Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe Let's Play. Oké, voordat deze video begint wil ik nog even twee codes met jullie delen. Want er zijn dus twee codes en het zijn helaas geen Starcoin codes. De twee codes luiden als volgt. Starshine Plush en Horse Snack. Starshine Plush krijg je dus een Starshine Plushie voor aan je zadeltas. En bij Horse Snacks krijg je een gratis appel en wortel om je paard te voeren. Nou, ik hoop dat jullie blij zijn met deze codes. Let's go verder met deze video. Mijn computer is weer eens lekker aan het opstijgen en er zijn nieuwe races. En daar ben ik heel blij mee. Want ik hou van races en XP, zoals jullie weten. En er is een quest dat je dieren kan zoeken elke dag voor paard XP. Nu weet ik niet of dat ook voor XP is voor je poppetje. Anders zou ik het wel elke dag doen. Maar als het alleen voor paard XP is, het ligt eraan hoeveel. Zou ik het niet per se direct doen. Verder, ja, we hebben dan 3 races volgens mij. Hooibouw race, slalom race en een barrel race. Dus de huif kan naar Moorland, maar ik weet alleen niet. Wat hebben we hier dan, deze races? Oké, je moet hierop klikken. Uitdaging solo, kan je dat dan 2 keer doen? We gaan even kijken. Oeh. Oh, wat tof. Ik ben hier heel blij mee. Oké, ik hoop dat ik het begrijp. Wow, waarom? Holy shit. Oké, dat gaat even opnieuw. Maar ik moet even wennen aan dat mijn beest ineens zo snel rondrijdt. Dat is nieuw. Wow. Oké, dat is even wennen. Ik wou zeggen, hoe gaan ze dat doen met die quarters en zo snel omdraaien? Maar het is dus alleen tijdens deze race. Waarheen? Daarheen. Wow. Oké. Dat is nieuw. 100 XP, 12 shillingen. Is dat dan gebaseerd op hoe je het doet? Of is dat gewoon elke keer 100 shillingen, slingers? Slalomrace. Oké. Eerst rechtdoor. En dan eromheen. Ja. En dan nog een keer terug. Oké. Dat moet werken. Oh, ik kan niet wachten om de quarters hiervoor te gebruiken. Ben ik dan net zo snel nu? Oh, ja, zeker. Oh. 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 Oh my god. Ja, ik vind het best lastig eigenlijk. Omdat ik niet gewend ben omdat het paard zo snel draait hierin. Maar ik vind het wel super vet trouwens. Rennenpaard. Je kon dus ook tegen andere spelers. Misschien als ik iemand tegenkom. Oh, Discord. Als ik iemand tegenkom, fan of zo, en die me herkent, dan ga ik even vragen of die mee wil doen. Oh my god. Weet je, ik ga dit gewoon doen. Stop Discord. Wow, waarom is deze internet zo onmogelijk? Deze hindernissen zijn hoog, joh. Ja, oké, weet je, de beest kan makkelijk springen, maar het ziet er zo hoog uit. Oké, dan moet ik ineens daarheen. Oh. Ik crash. Het gaat helemaal mis. Oké. Zo. Waarvan krijg ik al die Discord-meldingen? Oh my god. Oké. En we zijn gefinished. Krijg ik dan ook weer 112. Waarom is het 112 de hele tijd? Ik snap het niet. Oké.
Ben ik al herkend? Nee. Uitdaging. Kan ik ook gewoon de uitdaging... Oh, wacht. Dan hebben we tegen iemand, maar niet per se een persoon. Nou, dat maakt niet zoveel uit. Maar dit zijn dus eigenlijk 6 races. Krijg je ook dan goed XP voor? Want dat zou 600 XP per dag leveren. En het is nog niet eens heel veel. Wee. Wacht, dat was tegenstander race. Ik vond het wel. Oh, dan gaan we met die lange, gaat dat heel lang duren straks. Oké. Okay. Oh ja, ik krijg iets meer geld hiervoor. Nou, geld maakt me niet zo ver per direct uit met races. Als maar met XP wat meer gaat, zeg maar. Dat is het meer. Uitdaging, slalom, race. Oh, die vind ik een grappige combinatie. Een westernrijder op de Engels slalom met een Noord-Zweed. Oké, eentje zachter, anders dan is het heel lastig om dit te doen. Ik weet dat ik neem veel te erge bochten. Ik moet eigenlijk even zo doen. Ja, kijk, ik heb hem nu te pakken. En ren. Haha. En wacht tot de tegenstander heeft wat te weten. Nou, waarschijnlijk ga ik met die andere race nog eens verliezen van ja, noemt dat godver. Tegenstander. Ik was even het woord bij de hooibalen race. Nou, dit ga ik rustig aan doen. Want ik faal hem anders. Ja, de eerste ronde kan ik wel even lekker snel doen. En deze ender is zo hoog. Het is gewoon een beetje van wat? Waar ben ik nou weer beland? Alles is zeg maar 20 keer zo groot geworden ineens. I don't snap. Oké. Okay. Nou, dat was even raar. Wat ik dan wel even, waar ik mee bezig was, was natuurlijk de race. En over hoe ik die zou falen. Ik was net begonnen en ik werd tijdens de race gebeld door mijn docenten. Waarom? Vraag je af? Ja, ze wilde even iets vragen. Nou, helemaal top. Ik ben nu helemaal uit mijn element. Maar ik was bezig de race. Nou, ik had gewoon wat dingen ingeleverd bijvoorbeeld. En daar wilden ze wat feedback over geven. Nou, leuk. Maar waar komt altijd dat soort dingen verkeerd uit? Maakt niet uit. We gaan gewoon lekker weer verder waar we gebleven zijn. En dat is deze race halen. En ja. Dat is wel te doen, denk ik. Oh, dan moet ik wachten tot die tegenstander klaar is. Waarom is die tegenstander ineens veranderd? Volgens mij had ik die... Nee, het is gewoon of Beatrice of de man met de Noord-Zweed. Maar ik dacht dat ik tegen de man met de Noord-Zweed aan het rijden was. Maar blijkbaar is het dus Beatrice. Nou... Rustig aan, want anders moet ik weer een jaar wachten op haar. Maak maar even wat fotootjes, hè. Oh. Tot als ze me gaat inhalen, dan ga ik echt huilen. Nou, finish het, Beatrice. Nou, ik vind het fantastisch. Ja, volle regen lopen over die brug heen. Fantastisch. Wauw, goed gereden hoor, meid. Mijn tijd was iets sneller. Als moet je weer, nou ja, ik had sneller gekund. Maar goed, we kunnen dus elke dag 6 keer deze race doen, volgens mij. Super tof. Daar ben ik heel blij mee. Maar we hebben natuurlijk ook nog quest. Dit is koeien zoeken. Ik zie een broek. Broek is altijd overal. Help Mary de dieren terug te vinden. Oh, ik heb me niet voorgesteld dat ik ben Mary. Ze zijn verhuisd. Leuk. Alleen mijn dieren, lieve dieren zijn nog niet gewend. Ja, ik wil je wel helpen, maar... Waar zijn dan die dieren? Die kan je dan volgens mij ergens zoeken. Waar ze zijn geweest. Ik zie heel veel mensen al rennen. En ik weet dat hier toevallig ook de quest is van de missies. Want ik heb nu de missies van de Soul Rider race, waardoor het super snel gaat. Met het sparen van magisch. Met het Rune Rider paard, dus het gratis paard. Dus nu is het in plaats van 700 dagen, is het minder dan 200 dagen geworden. Super fijn. En er komt ook nog wat meer aan. Want ik heb. Ik zal hier even laten zien.
kreeg ik uiteindelijk een reward. En daarna kwam er een gesprek uit dat er van, oh, ze is er al klaar voor. En toen ja, was het eigenlijk heel makkelijk van, oh, maar waarvoor dan? Van, ja, ik ben er nog niet helemaal klaar voor, hoor, Rian en Alex en Linda. Dus waarschijnlijk krijgen we wel iets meer te doen zelfs met de Runewender. Alleen dat durf ik nog niet echt 100% zeker te zeggen, trouwens. Dus ja, ik wil even de informatie delen met de mensen die niet elke dag de Runewender kunnen doen of willen doen. Want ja, het kan gewoon. En ik heb een dier gevonden. Een kippie. Wow, dat is echt heel veel XP trouwens. Zoek emmer. Dat is heel annoying. Kan ik het gewoon op de ranch halen? Hier is nog een dier. Oh. Oké, deze. Oeh. Wil wel mee. Dan moet ik deze dan zo draaien? Of gaat die vanzelf? Oké. Oh nee, je moet hem wel echt herderen. Hoe we dat ook kunnen noemen. Kijken hoe we het er beste daarheen kunnen komen. Het is gewoon in een rechte lijn, denk ik. Kijk, ik heb kippenvoer nodig. En ik moet deze schapen sturen. Oké, als we zo gaan, dan komt het goed. In een rechte lijn naar Mary toe. Dat is daar. Duurt lang. Waar is die schaap? Hier. Oké. Ik denk dat Sandy hier er ook even moeite mee heeft. Oké. We got this. We zijn een schapenherder. Ik heb ook nog een koe. Volgens mij is er... Oh, waar is mijn schaap heen? Daar is mijn schaap heen. 4 dieren kun je vinden per dag. Kijk, ik heb er nu 2 gevonden. Dus wellicht dat ik even doorga. Ik krijg 300 XP hiervoor. Dat vind ik wel lekker. En zoveel moeite is ook denk ik niet. Kijk, schapen, koeien, ezels, veulens en kippen. Kijk, sommige dieren, andere die moet je hoeden. Andere hebben honger. Nou. Normaal gesproken betaalt Mary 30 en nu 90. Oké. Begrepen. Nou, Jorvik shillingen zijn niet het probleem. Gelukkig. Ga in een rechte lijn. Ik had ook al van Brooke gehoord dat het eigenlijk er een beetje een bug is als je het dier terugbrengt. Alleen het werkt niet. Het werkt gelukkig nu wel. Nogmaals bedankt. De kippenvoer die je op de hoeve verkoopt, zijn ze gek op. Oké, verkoopt. Kan ik dat gewoon hier kopen dan? Of in een winkel? Is er nog een, daar is er nog een winkel. Heb jij kippenvoer te koop? Ja, daar, biologisch kippenvoer. Ik haal denk ik even 2. Oké, dat is... Oh, wacht. Het zijn packs van 5. Oepsie. Maakt niet uit. Dan kunnen we tenminste vooruit. Kunnen ze ook stekken? Nee, ze kunnen niet stekken. Dat is sad. Oké, we hebben dan nog een koe. Ergens. En... vandaag... Maar ik weet... Oh, hier is een kip. Is dat nog een kip of een andere kip? Ja, dat is nog een kip. 2 kippen. Hier, heb eten. Oké, dan is er daar nog een kip. Dus we pakken gewoon even 2 kippen mee. Kan je zo snel rennen? Jij kan zo snel rennen. Waar is die kip? Ik had hier nog net een kip. Hey, daar meer. Is dat die kip? Ik weet het niet. Ik geloof dat hier een kip was. Waarom raak ik alles kwijt? Waarom sla ik het niet even op of zo? Het is echt ongelooflijk sad. En dan brengen we wel 1 kip terug. Tenzij ik die nu hier tegenkom en dan denken jullie... Oh nee, het is daar, want jullie, ik heb het net gezien.
Maar ik heb weer een brein van niks. Ik wil ze eigenlijk allemaal wel vinden. Wee, magic. Oké. Okay. Is dat diezelfde kip? Nee, het is een andere kip. Oké, okay, we gaan nog een keer kijken. En dan ga ik gewoon mijn opname terug eens kijken. Nou, ik heb dus wel een koe gevonden. Ik ga straks even de opname terugkijken voor de kip. Maar even kijken hoe deze koe wil. Wil jij... Oh, die wil gewoon gehoed worden. Wauw, dit is een koe. Kan ik jou... Heb die vuurtje gekregen of niet? Wauw. Intelligent beest hoor. Ik vind het wel mooi dat die animatie ook mooi. Hij moet daarheen trouwens. Blijf recht, dank je. Goed zo. En nu chop chop in draf. Go. Hij wil niet draven. En mijn magie gaat weg. Oh. Sad. Maar ik vind het wel leuk dat hij ook zo'n scherp patroon heeft. Waar ik trouwens benieuwd naar ben, is als ik de Root Runner uiteindelijk heb, het gratis paard. Zou het dan level 15 zijn? Dat vraag ik me dus af. Kijk, ik vind het wel een stuk moeilijker dan trainen, omdat je dingen moet gaan zoeken. Maar ik vind het wel even lekker, want je krijgt zeg maar 4 dieren keer ja, 300. Dus dan heb je echt iets van 12. 100 XP volgens mij bij mijn hoofd gerekend. Dus dat is best wel veel. Oh, ze liggen hier zo leuk. Dus dat is wel echt heel fijn. Yay, we hebben nu 3 dieren en mijn paars level hoger. En nu ga ik weer op zoek naar die kip. Want die kip, ik weet niet waarom ik hem kwijt ben. Maar ik ben hem dus ineens kwijtgeraakt. Misschien dat ik even relog, misschien niet. Ik ga even kijken. Maar... Anders dan ga ik even op de opname terugkijken als ik hem nu niet vind. Daar is de kip. Oké, dat duurde echt niet 3 seconden. Ik heb niet de opname teruggekeken. Ik heb hem gewoon weer gevonden. Ik reed alleen de hele tijd de verkeerde kant op. Kom, Ayla. Moonlight. We gaan weer terug naar de boerderie. Zodat we de XP kunnen harken. En dan is het best al bijna weer level 15, jongens. Ik train nu niet zoveel. Nou, volgende week komen dan de Quarter Horses als goed is uit. Denk ik. Ja, volgende week komen de Quarters uit. En dan ga ik er eentje kopen. Want ik heb niet de Star Quiz om er meerdere te kopen. Helaas. Had die kip al mee? Ja, die kip is mee. Oké. Okay. Yes! Nu hebben we alle dieren gevonden. En die chillen hem hier. Kijk hoe leuk ze zijn. Oh, wat adorable, die beestjes. Nou, volgens mij is er niet zoveel nieuws. Behalve deze quizjes en risjes die je nu elke dag kan doen. En dat helpt voor XP dus zeker doen. Dat gaan we ook zeker met de dinsdag dinsdag livestreams gaan we dat gewoon lekker samen allemaal doen. Dat vind ik wel heel leuk. En dat is wel een goed idee. En ja, dan zie ik jullie bij de zondag video. En dat is een hele speciale video. Zet in je agenda. Zondag 12 uur. Hele speciale video. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Bedankt met een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Vergeet niet te abonneren om bij de Wolfam te horen. Ik wil heel graag de 5k halen voor mijn verjaardag. En dat is het eind van april. 30ste. Maar ik hoop nog de 4,7 te halen in plaats van 500. Want dat gaan we niet halen. En ik zag Hanna, ik zoek de kip. Ik hoop voor je, Hanna, dat je me hebt gevonden. En ik hoop dat je dit weet. Het is, het is een beetje lastig omdat ze zo klein zijn. Maar goed, ik sluit de video af. En dan zie ik jullie bij de zondag video. Houdoe!